En op initiatief van de subcommissie Jubileumjaren 2023 is vrijdag op Afro-Surinaamse conferentie ingeluid op het terrein van NAX aan de Thomsenstraat. Het is de eerste keer dat deze driedaagse conferentie wordt gehouden in ons land. Wij vinden het heel belangrijk om de Afro-Surinaamse dans op de agenda te plaatsen. Woorden van NAX-voorzitter Sigmin Staphorst. NAX is de organisatie die zich bezighoudt met cultureel erfgoed, als ook met het bewaren en bewaken ervan. Het mag dan niet zo zijn dat ons erfgoed ophoudt te bestaan, zegt Staphorst. En waarom doen we dat? Waarom hebben we dus culturele producten en waarom documenteren we alles? Omdat wij ervan overtuigd zijn als NAX dat de Afro-Surinaamse identiteit ontwikkeld moet worden. We moeten trots zijn op onze cultuur, want de cultuur is in de periode van de slavernij, heeft men gepoogd om die cultuur helemaal weg te slaan en ook onze identiteit te vertrappen. En wij hebben daarom de taak eigenlijk om onze voorouders te eren en ervoor te zorgen dat wij trots zijn. Het thema van de conferentie is From the Edge to the Forest, to the Center of the Stage and Beyond. Er is gekozen voor een Engelstalig thema, omdat de conferentie toegankelijk is voor ieder. We willen dat de Afro-Surinaamse dans op een hoger niveau besproken wordt, geeft voorzitter Anthony Robinson van NAX Wanrutu aan. Ook moet alle informatie over de Afro-Surinaamse dans goed bijgebracht worden aan de samenleving, aldus Robinson. Drie dagen van de conferenties hebben we dansworkshops van de verschillende stijlen, dansstijlen die we hebben binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Daarnaast hebben we ook nog lectures en demonstrations. Daarbij wordt het verhaal verteld en daarna wordt er ook nog een demonstratie gegeven. Bijvoorbeeld, we hebben een lecture demonstration van de Apinti drum, van de djembe drum, maar ook gewoon van de Afro-Surinaamse dans en zang. We hebben culturele optredens die er zijn en we hebben natuurlijk onze eigen nachtsgroepen die zullen in principe de verschillende dansstijlen presenteren. Wat belangrijk is om te vermelden is dat de afdeling van NAX dit organiseert. Dit jaar ook gewoon 20 jaar bestaat, dat is NAX Wanrutu. En die zullen dus ook een aantal optredens hebben binnen deze conferentie. Dit congres is voor ons van groot belang, vertelt Stanley Dijksteel, ondervoorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren. Dijksteel zegt dat dit project gelijk de goedkeuring kreeg vanwege het educatief karakter. Ons thema is eenheid is kracht en met dit congres kunnen we zien dat de educatie van groep naar groep, van groepen van mensen in Suriname, dat die educatie wordt overgebracht naar anderen. Ze leren de danskunsten, ze leren de manieren van uitingen van de Afro-Surinamers kennen. Vandaar dat dit congres zeer belangrijk is en vandaar dat ook wij als Nationale Commissie dit congres direct hebben ondersteund.